Mama, we gaan op reis. Op ontdekkingsreis. Omdat we verder moeten, omdat wij door moeten. Jij met je Parkinson en ik met jou. Ja, dat is onze majesteit. Ja. Koning Willem-Alexander. Hij gaat ook mee op ontdekkingsreis, het komende half uur. Dat is goed, hè? Ja. Als er nooit een mens geweest was die de aarde rond ging varen, was hij dan nog plat geweest en vielen we eraf. Als er nooit een mens geweest was die het vuur ging bewaren, wat hadden we het koud gehad, wat hadden we het koud gehad. Als wat de stoommachine nou eens niet had uitgevonden, had Philips dan de gloeilamp wel aan het licht gebracht. Wat zou de wereld klein zijn, aarde donker. En stel je voor dat Bel de telefoon niet had bedacht. Als geen mens ooit benieuwd was naar de onbekende plekken, dan was alles nog hetzelfde. Want veranderen is ontdekken. Het is één stap in het durven, één zet in het doen, één blik op een nieuw terrein. Eén moment van wagen, een helder visioen. Een ontdekking kan een openbaring zijn. Op zoek naar het onbekende, gedreven door een wens. Nieuwsgierig naar het verleggen van de grens. Stel je voor dat Darwin niet had durven vertrekken. Had Watson dan alsnog het DNA wel uitgedacht? En als het röntgen niet gelukt was zijn stralen te ontdekken. En als Van Leeuwenhoek de microscoop niet had bedacht. Als Parkinson de aandoening nou niet zo had beschreven. En wij met al die kennis niet door waren gegaan. Hadden we dan als netwerk zo gedreven. Met 3000 professionals voor de patiënten klaargestaan. Als geen mens ooit benieuwd was naar de onbekende plekken. Was alles nog hetzelfde, want veranderen is ontdekken. Het is één stap in het durven, één zet in het doen, één blik op een nieuw terrein. Eén moment van wagen, één helder visioen, een ontdekking kan een openbaring zijn. Op zoek naar het onbekende, gedreven door een wens, nieuwsgierig naar het verleggen van de grens. Als er niet nieuwsgierig om ons heen hadden gekeken, op zoek naar een verbetering en een stap vooruit. Als we in onze eigen kleine wereld bleven steken, dan liepen we gezamenlijk alleen maar achteruit. En was u niet zo bevlogen naar deze dag gegaan, dan had u in uw zoektocht niet een nieuwe stap gedaan. Nieuwsgierig hoe het beter kan, dat is wat u wenst. Dat is bepalend voor het geluk van de patiënt. Een nieuw terrein. Eén moment van wagen, één helder visioen. Een ontdekking kan een openbaring zijn. Op zoek naar het onbekende, gedreven door een wens. Nieuwsgierig naar het verleggen van de grens. Majesteit, dames en heren, mama, ik wil u graag voorstellen aan de reisleiders van deze ontdekkingsreis door Parkinsonnet anno 2014, Marten Munneke en Bas Bloem. En daarvan zal Bas Bloem het eerste deel van de reis voor zijn rekening nemen. Bas Bloem.
Majesteit, van harte welkom. Ik had het net al even gezegd tijdens de tour. We vinden het fantastisch dat u bij ons bent vandaag. Het is een erkenning voor Parksonet, maar het is vooral denk ik een enorme stimulans voor de 1500 mensen die hier vandaag aanwezig zijn. Voor de denk ik wel even zoveel mensen die straks via Parkinson TV ook via de computer meekijken. Geweldige beloning en een erkenning voor ons werk. Heel hartelijk dank daarvoor. Ik wil ook een heel speciaal woord van welkom heten aan de commissaris van de Koningin, de heer Van Beek, en de burgemeester van Utrecht, de heer Van Zanen. Zeer veel dank voor de hartelijke ontvangst hier in Utrecht. Dat stellen we zeer op prijs. Dames en heren, we zijn met Parkinsonnet samen met jullie 10 jaar geleden aan een reis begonnen. Een ontdekkingsreis. En het is best een ingewikkelde reis. Voor de troepen uitlopen vinden wij eigenlijk met z'n allen stiekem heel erg mooi. Maar dat betekent ook dat je soms naar onbekende gebieden gaat. Gebieden waar je nog nooit geweest bent. Bijvoorbeeld de financiering van de zorg. De rol van de patiënt. Hoe zit het nou met specialisatie? En eigenlijk hebben Marten Munnik en ik samen met jullie een droom van de toekomst. Die je eigenlijk zou kunnen weergeven als een hele complexe legpuzzel. En het liefste zouden we aan de koning vandaag al die legstukjes willen bespreken. We hebben dat net al kort een beetje gedaan door het huis van de toekomst te lopen. U vroeg zich natuurlijk af, wat zijn ze er allemaal in het geheim aan het doen? Hè? We hadden daar een huis van de toekomst gebouwd en we hebben Majesteit daar laten zien hoe bijvoorbeeld de ergotherapeut, de logopedist en de fysiotherapeut in de dagelijkse praktijk aan de slag gaan. Hier op het podium wil ik een deel van die reis samen met jullie doornemen. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat wij met 1500 man hier, met de andere 1500 die thuis zijn, gaan bepalen hoe de komende 10 jaar eruit zien. Want die zijn bijna net zo belangrijk. En dit zijn de onderdelen die Marten en ik er vandaag met jullie uit willen lichten. En ik wil beginnen met één onderdeel. Wereldzorg. En het is, ik vind het eigenlijk wel een mooi woord, het is ook letterlijk wereldzorg. Wat wij willen is wereldzorg leveren. Maar Parkinsonnet gaat ook inmiddels een beetje over de wereld heen. We hebben die prachtige film gezien vanochtend. Die liet zien dat we internationale ambities hebben. En ik zal 2 voorbeelden daarvan met een kort filmpje met jullie delen. En waar we gewoon heel trots op zijn, is dat Parkinsonnet niet alleen in Nederland erkend wordt, allemaal prijzen gewonnen heeft, maar dat het inmiddels ook internationaal op de kaart staat. En 2 van die internationale erkenningen wil ik graag met jullie delen. En de eerste is een film van een hele bekende persoon. Congratulations to Boss Bloom and ParkNet on your 10th annual symposium. For a decade now, the Michael J. Fox Foundation has been inspired by your innovative, award-winning work to ensure that healthcare professionals have the education and resources they need to provide the best possible care to every Parkinson's patient. We also share your vision of patient as partner. Thank you for giving patients here at Holland the tools to engage in their own care and connect with the right doctors and care teams. By creating networks of experts specifically trained to treat Parkinson's, ParkinsonNet is making vital contributions to our field. And you're improving patients' lives every day. Thank you and keep up the good work. Ja. Ik weet niet of je dat in het bijzijn van de koning zo mag zeggen, maar dat is toch vet cool, Majesteit. We zijn uit hetzelfde bouwjaar. We hebben die films natuurlijk gezien van Michael J. Fox, Back to the Future. En nou zegt hij hier gewoon ParkinsonNet. Nou, ik vind dat wel heel gaaf. Toch? Ja. Jullie hebben een maand of 3 geleden gezien dat ParkinsonNet ook naar Amerika toe gaat. Kaiser Permanente is een hele grote Amerikaanse zorgorganisatie. Dat mag je rustig een zorgreus noemen. Omzet 40 miljard. Dat is 2 keer de hele Nederlandse gezondheidszorg. Mensen van Kaiser hebben een reis door Nederland gemaakt. Die hebben allerlei innovaties bekeken, omdat ze altijd op jacht zijn om betere kwaliteit van zorg te leveren tegen een goede betaalbare prijs. En lo and behold, van al die innovaties die ze gezien hebben, hebben ze er eentje uitgepikt en dat was ParkinsonNet. We hebben lange besprekingen gehad, best ingewikkeld en intensief, om te kijken of en hoe je ParkinsonNet zou kunnen kopiëren naar de Verenigde Staten toe. En dat lijkt te gaan lukken. En daarmee zie je in één keer dat top Nederlandse zorg ook een exportproduct wordt van Nederland. En dat is iets, Majesteit, waar we denk ik trots op kunnen zijn. En wat hele nieuwe kansen biedt, ook weer voor Nederland. Want wij hopen heel erg te leren van de verschillen. Amerika is geen Nederland, dat weten we inmiddels van het eerste werk. Lonneke Rompen overigens, die doet daar fantastisch werk namens ons team. Wat we gezien hebben is dat Kaiser
Een serie is van hele goede ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld wat wij heel goed in Nederland hebben, de eerste lijn, kennen ze daar bijna niet. En dat betekent dat het geen copy-paste wordt. Echt een grote uitdaging. En eigenlijk hebben Martin en ik gezegd, wij willen leren van de verschillen en kijken, juist doordat het daar anders is, wat daar beter is, of we dan het beste daarvan weer terug kunnen brengen naar Nederland en ook ons Nederlandse Parkinsonnet verder verbeteren. Wat ik graag met jullie wil delen is een hele korte boodschap van Jen Dorman, die een hele belangrijke rol speelt bij de implementatie van Parkinsonnet in Californië. Greetings, King Willem Alexander, and all attendees to the annual ParkinsonNet conference. It's an honor to speak with you about Kaiser Permanente's exciting new collaboration with our ParkinsonNet colleagues. We're always looking for best practices and ways to improve our care, not only within our own healthcare organization, but also on a national and international level. That's why we were inspired by how ParkinsonNet approaches care. Everything revolves around the patient, and the quality of care is under constant review to keep up with the latest scientific findings. So it's fitting Kaiser Permanente is collaborating with ParkinsonNet, a world leader in Parkinson's disease management. We're now testing this model in our Southern California region, which has more than 7,000 Parkinson's patients. And based on the results of this test, the program may be used in other Kaiser Permanente regions and the model possibly applied to other chronic conditions. We're excited to collaborate with our Dutch ParkinsonNet colleagues to improve the lives of our members with Parkinson's and Parkinson's patients around the world. Enjoy your conference and thank you for everything you do. Ah, is toch ook niet misselijk, hè, zou je zeggen. Grote uitdaging. Ik kan ook nog zeggen dat vorig weekend de eerste scholing in Duitsland heeft plaatsgevonden. Dus je ziet echt dat ParkinsonNet ook zijn vleugels aan het uitspreiden is internationaal. En nogmaals, we willen leren van de verschillen. Dus dat concludeert het stukje wereldzorg. Ander heel belangrijk onderdeel van de toekomst, waar we samen met jullie aan willen gaan werken, is om de zorg letterlijk dicht bij huis te gaan brengen. We hebben de koning daar een eerste indruk van gegeven. Niet voor niets hebben we hem rondgeleid in het huis van de toekomst. Ik denk dat de uitdaging ligt niet zozeer om te investeren in bezoekjes aan het ziekenhuis, bezoekjes aan de praktijk in de eerste lijn, maar om te zorgen dat mensen lang, gezond, zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat ze regie kunnen krijgen over hun eigen ziekte en dat we hun leefwereld weer een stukje groter kunnen maken. Dat doen we vooral, denk ik, door de warme menselijke kant van ParkinsonNet, maar we geloven ook dat technologie mensen in staat kan stellen langer zelfstandig thuis te wonen. En ik ga opnieuw even, om dat te illustreren, een korte film met jullie delen die we opgezet hebben vanuit ParkinsonNet samen met Focus Cura, die velen van jullie denk ik kennen als een heel innovatief zorgbedrijf die heel erg investeert juist in het ondersteunen van mensen in de zorg aan huis. En het is denk ik een hele fraaie illustratie van het beeld wat we hebben van de zorg van de toekomst. En kunt u nu een stukje heen en weer lopen? Ja, dat gaat nu toch uitstekend, hè? Nu gaat het lopen eigenlijk heel erg goed. Vindt u ook niet? Nou, thuis is het wel eens anders. Gaat het thuis veel slechter? Nou... Ja, dit consult is wel een mooi voorbeeld van de frustraties die ik toch vaak heb in de spreekkamer als ik probeer mensen met Parkinson te begeleiden. Dingen die veel voorkomen, vallen, de schommelingen in de effecten van de medicatie, zijn voor mij eenvoudigweg hier in die spreekkamer niet te bevatten. En dat is precies de reden dat we nu gewerkt hebben aan een aantal mooie innovaties die mij in staat moeten stellen om vanuit de spreekkamer een beter beeld te krijgen hoe het thuis met mensen gaat en die natuurlijk de mensen met Parkinson zelf in staat stelt een beter leven te leiden. Mevrouw Oonk, ik wil u nu graag laten kennismaken met een hele nieuwe wereld waarin ik veel makkelijker bij u thuis kan meekijken. Komt u maar mee.
hartelijk welkom, mevrouw Onk. Hartstikke fijn om op deze manier nu gemakkelijk met elkaar te kunnen praten. En ik wil het graag eventjes hebben over de uitslag van de scan die we gemaakt hebben. Deze nieuwe zorgwereld heeft een aantal hele grote voordelen. Patiënten kunnen veel zelfstandiger leven. Het stelt mij als dokter, maar ook heel veel andere zorgverleners in staat de zorg letterlijk dicht bij mensen thuis te brengen. Maar eigenlijk ontstaat op deze manier een internationaal netwerk waardoor mensen over heel de wereld de allerbeste Parkinsonzorg kunnen krijgen. Daar gaat het om. Prachtige film die heel duidelijk maakt hoe zorg er thuis uit kan zien. En dan hoe ook in de toekomst patiënten steeds vaker thuis kunnen blijven. Thuis zorg op afstand kunnen ontvangen. En zo langer zelfstandig kunnen functioneren. Het volgende puzzelstukje wat we nu laten zien is... Deze brengen we even terug. Is informatievoorziening. Wat we... weten van patiënten, dus patiënten enorm veel behoefte hebben. Oh, kijk. Parkinson is een complexe ziekte. Ik zal hem zo toelichten. Waar patiënten, naasten en zorgverleners veel vragen over hebben. Daarom is er nu Parkinson TV. Een online interactief tv-programma van ParkinsonNet. Elke maand gaan Martin Munneke en Bas Bloem in gesprek met twee gasten. Een patiënt en een Parkinson-expert. Zij delen hun ervaringen aan tafel. Ook kijkers kunnen live meedoen door hun vragen te stellen via de website. Per uitzending staat één thema centraal, zoals slapen, bewegen of pillen en Parkinson. Per thema bundelen we zo alle vragen en antwoorden. Via www.parkinsontv.nl kijkt u live mee, kunt u uw vragen stellen en vindt u alle gemiste uitzendingen terug. Parkinson TV. Een bron van informatie, elke maand, live vanuit de studio in het Radboud UMC te Nijmegen. Ja, techniek. Maar ik heb hem mooi stilgezet. Wat ik wilde zeggen, majesteit, dames en heren, is dat patiënten veel behoefte hebben aan informatie. En wij hebben daar... in geprobeerd te voorzien door maandelijks die televisieuitzendingen te verzorgen. En het blijkt dat er heel veel patiënten naar kijken. Per uitzending zo'n 1000 mensen die rechtstreeks kijken. En daarnaast ook nog eens 2000 patiënten die later de uitzending gemist volgen. En we krijgen hele positieve reacties. Er is heel veel onzekerheid over wat het is om Parkinson te hebben, wat de gevolgen zijn van Parkinson, wat je eraan kunt doen. En via Parkinson TV merken we dat we een stukje van die onzekerheid kunnen wegnemen. Niet alleen patiënten hebben die onzekerheid, ook zorgverleners hebben onzekerheid over hoe om te gaan met mensen met Parkinson. Jullie zijn allemaal opgeleid om... mensen met Parkinson te begeleiden. Maar voor heel veel verzorgenden bijvoorbeeld in het verpleeghuis of in de thuiszorg of elders... is het Parkinson toch heel vaak een onbegrijpelijke aandoening. En daarom hebben wij samen met InvoorZorg een programma ontwikkeld... juist voor verzorgenden van mensen met Parkinson...
die informatie geven over hoe om te gaan met Parkinson. Hele mooie website, Parkinson in Zorg, is ontwikkeld. En daarnaast hebben we een video gemaakt met 10 tips over de zorg voor mensen met Parkinson. Die 10 tips laten we niet allemaal zien vandaag, maar de eerste 2 tips willen we wel laten zien. 10 tips voor goede Parkinsonzorg. 1. Parkinson veroorzaakt traagheid in bewegen, handelen, denken en in communicatie. Deze symptomen verergeren onder tijdsdruk en stress. Daarom is het belangrijk dat je tijd neemt en rust uitstraalt. 2. Parkinson veroorzaakt vaak een maskergelaat. Hierdoor zijn emoties moeilijk van het gezicht af te lezen. Besef dat iemand wel degelijk emoties heeft. Vraag naar deze emoties en ga niet meer af op de non-verbale boodschappen. 3. Ook met deze informatiefilm weten we dat we dienstverlening aanbieden aan mensen die werken met mensen met Parkinson. En dat is belangrijk om op die manier patiënten met de ziekte van Parkinson beter te kunnen begeleiden. Een volgend puzzelstukje wat ik wil laten zien gaat over bewegen, over sporten. En nu ben ik vanochtend, toen ik hier stond, ben ik iets vergeten. Ik had toen willen vertellen dat op dat moment uit Nijmegen vertrok een groep patiënten met zorgverleners, familie, op de fiets richting Utrecht. Die wielrenners die hebben in september Bike for Parkinson gefietst in Limburg. En die vonden deze dag zo'n belangrijke dag dat ze dachten, we gaan op deze dag gaan we naar Nijmegen toe, of naar Utrecht toe fietsen. En gaan we de opbrengst van die tocht in september gaan we overhandigen aan Parkinsonnet. Ze zijn er nog niet, dus ik hoop dat ze op tijd binnenkomen. Ja. Dus misschien moeten we nog even geduld hebben. De tocht is toen meegefietst door Michael Bogert. En die zou vandaag ook meefietsen, maar die had zijn scheenbeen gebroken. Dus misschien is het daardoor dat ze wat trager zijn. Ja. Oh, kijk, daar zijn ze toch. Eddie. Goed zo. Mag ik een microfoon? Ik denk dat dit applaus voor zich spreekt, toch? Toch willen we jullie wat vragen. Heel aantal mensen met de ziekte van Parkinson. Bas en ik hebben meegefietst. Moet zeggen, we dachten, we gaan met mensen met Parkinson fietsen, dus dat valt best wel mee. Dat viel dus niet mee, dat viel heel erg tegen. Wij fietsten vaak achteraan. Ja, ik moest zelf met Gerard van Zijl fietsen en die 57, denk je, die arme meneer van Zijl samen met die fitte Bas Bloem. Ik zag regelmatig zijn billen in de verte klein worden op die steile hellinkjes in Limburg. Die is zo fit als een paard en hij sleepte mij over de helling heen, Gerard, en niet andersom. Zo was het toch.
Dus hartstikke mooi was dat. Ja, en het waren geen korte afstanden. Die was er ook tussen, 30 kilometer, maar ook 60, 160, 260 toch? 230. Maar wel door Michael uitgekozen, dus ze waren redelijk zwaar. Er zaten wat kuitenbijters in, zeg maar. Maar zullen we eens even een patiënt vragen? Eddie Koppers, wij kennen elkaar een beetje. Hoe was dat nou om te fietsen daar in die Limburgse heuvels? Pittig. Nou, dat says it all. Nou, wij komen zelf een beetje rondom Rotterdam. En dan heb je alleen de Brienerbrug maar. Dus ja, de laatste 20 kilometer hadden we vier heuvels, dat was een beetje pittig. Maar is sporten voor jou belangrijk, Eddie? Ja, dat is alles wat ik nog heb. Sport is het mooiste wat er is. Iedere dag 40, 50 kilometer fietsen. Houd je op de been, is goed voor je geest, goed voor het lichaam. En het fijne tijdsverdrijving. Nou, fantastisch. Een hele belangrijke boodschap, denk ik, voor alle mensen met Parkinson. Michael, mogen we jou vragen, wat verbindt jou nu aan dit team? Wat mij verbindt, 2,5 jaar geleden ben ik benaderd door Bas om het startschot te lossen van een ander fietsevenement. En, dat was om 6:00 AM, dus dat was heel vroeg. Bas was zo aardig om een heel leuk en sfeervol hotel voor mij te regelen. En ik ben daar toen met mijn vriendin heen gegaan en achteraf bleek dat daar een hele mooie dochter verwekt is. Dus ik had al gelijk een... Ik had al gelijk een band. En ja, verleden jaar werd ik dus door Geert-Jan benaderd. Of ik ambassadeur wilde worden. En, ik ga gewoon verder. Of mijn fietsevenement, de Books Extreme, of we daar misschien wat voor elkaar konden betekenen. En ja, toen heb ik het filmpje gezien wat Bas had doorgestuurd van de patiënt die nauwelijks kon lopen en op een fiets stapte en zo wegreed. En ik was echt onder de indruk. En, ik was nog meer onder de indruk toen ik voor de eerste keer ben gaan fietsen, een clinic ben gaan geven in het Nijmeegse. Ja, wat ik toen zag, dat vond ik echt schitterend om te zien. Mensen die echt heel veel plezier hadden en ja, even klachtenvrij waren op de fiets. En dat heeft een hele grote indruk gemaakt op mij. Dankjewel. Ja, majesteit, dat was nog niet eerder aan bod gekomen dat we ook voor zwangerschappen zorgen. Hè? Gert-Jan, jij bent de organisator. Klopt, ja. Waarom? Kun je vertellen waarom doe je dit? Nou goed, mijn vrouw is op jonge leeftijd gediagnosticeerd met Parkinson. En ik kwam er vrij snel erachter met het filmpje van Bas dat mensen met Parkinson toch nog goed konden fietsen. En toen had ik zoiets van, daar moet ik iets mee doen. Vooral omdat vanwege haar jonge leeftijd. En toen had ik zoiets van, ja goed, we moeten gaan fietsen met Parkinson. En dat is eigenlijk het bijzondere, denk ik, dat het niet alleen een goed doel is om centjes op te halen voor onderzoek, maar dat het direct patiënten verbindt. En ik denk dat dat wel heel uniek is. Ja. Nu sta je daar met een witte vlak. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat het uiteindelijk heeft opgebracht, de tocht. Gert-Jan. Wauw. Prachtig. En, dat ja, is fantastisch. En we kunnen erbij zeggen dat het geld zal besteed worden om meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van fietsen bij mensen met Parkinson. Om te begrijpen waarom mensen met Parkinson nog wel kunnen fietsen, maar niet kunnen lopen. Zodat uiteindelijk veel meer mensen van deze therapie, want dat is het, maar ook een leuke therapie, kunnen gaan profiteren. Gert-Jan, enorm bedankt. Echt geweldig. Dank jullie wel allemaal. En jullie kunnen volgend jaar ook mee fietsen. We hopen eigenlijk dat we volgend jaar het aantal deelnemers voor Bike for Parkinson verdubbelen. Of misschien wel verviervoudigen. Daarom hebben we een kort filmpje opgenomen wat jullie moet stimuleren om volgend jaar mee te doen.
Vet, hè? Vet, hè? Succes. Mooi, fantastisch. De helden. Er werd al gesproken over wetenschappelijk onderzoek en dat is natuurlijk een enorm belangrijk element. Wij kunnen elke dag de kwaliteit van zorg proberen te verbeteren, maar uiteindelijk hebben we ook nieuwe kennis nodig om te kijken van hoe doe je dat nou op een goede manier en op welke manier kunnen we Parkinson-patiënten zo goed mogelijk behandelen. En daar zal professor Henk Berendsen nu de volgende presentatie over verzorgen. Professor Henk Berendsen is hoogleraar aan de VU, Parkinson-neuroloog. En namens de werkgroep Bewegingsstoornissen zal hij iets vertellen over de toekomst van het wetenschap in Nederland, van de wetenschap. Dankjewel, Martin. Majesteit, dames en heren. In deze paar minuten ga ik u een korte indruk geven van de reis die de Nederlandse Parkinson-onderzoekers begonnen zijn ongeveer een half jaar geleden. U als zorgverleners van Parkinson-patiënten weet als geen ander hoe diep de ziekte ingrijpt in het leven van patiënten en hun naasten. En dat komt niet alleen door de motorische stoornissen waar de ziekte mee gepaard gaat, maar ook door de heel frequent optredende niet-motorische stoornissen die vaak ernstig kunnen zijn. Veel van onze patiënten kampen met diepe somberheid, grote angst of hardnekkige verslavingen. Anderen lijden onder incontinentie voor urine of slopende slapeloosheid. En een deel van onze patiënten ontwikkelt uiteindelijk een Parkinson-dementie. Voor al deze niet-motorische stoornissen hebben we eigenlijk nog geen goede behandelingen. En, wat we al eerder vandaag hebben gehoord, uiteindelijk kunnen we de ziekte zelf niet afremmen en niet genezen. Het is duidelijk dat er heel veel uitdagingen liggen voor het wetenschappelijk onderzoek. Allereerst zouden we heel graag willen weten hoe het ziekteproces precies verloopt, zodat we het uiteindelijk toch kunnen afremmen, zodat we de ziekte genezen kunnen. We zouden ook heel graag willen weten wie van onze patiënten welke symptomen nou precies gaat ontwikkelen. We zouden willen weten bij welke patiënt gaat het snel en bij welke patiënt gaat het langzaam. Want dat zou het mogelijk maken om een meer gerichte, een meer individuele en betere therapie te ontwikkelen. Want we weten allemaal, de ene patiënt is de andere niet. Dergelijke complexe vragen kunnen we niet in één centrum oplossen. Dat vraagt een bundeling van expertise, dat vraagt een bundeling van patiëntengroepen. En dus samenwerking. Gelukkig zit samenwerken Nederlanders in het bloed. De continue strijd om het water buiten ons land te houden heeft ons hiertoe gevormd. Onze dijken, molens, gemalen, waterkeringen spreken tot de verbeelding internationaal. Maar het is natuurlijk niet het technologisch vernuft wat de succesfactor is geweest. De succesfactor is de menselijke succesfactor. Het samen, schouder aan schouder, staan voor het algemeen belang. Die kracht van samenwerking komt ook tot uiting in de strijd tegen Parkinson. Het Parkinson-net-concept heeft de zorg in Nederland enorm veranderd. U heeft dat prachtige voorbeelden van gezien. Die veranderingen in de zorg die spreken ook weer wereldwijd tot de verbeelding. U heeft videoboodschappen gehoord die duidelijk maken dat de wereld niet alleen kijkt naar Nederland, maar ook een beetje jaloers is op Nederland. Een logische volgende stap is samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. En daarom ben ik trots en blij dat ik u kan vertellen dat de Nederlandse onderzoekers in de Universitair Medische Centra besloten hebben de handen in elkaar te slaan en samen te gaan werken aan de vorming van een nationaal Parkinson-cohort. Bijna 1000 patiënten zullen in de deelnemende centra op eenzelfde manier gekarakteriseerd worden. Gegevens verzameld en lichaamsmateriaal verzameld. Zodat we meer kunnen leren over het ziekteproces en zodat we meer en betere en meer individueel gerichte behandelingen zullen kunnen gaan ontwikkelen.
In de afgelopen maanden is hard gewerkt met financiële steun van de Parkinsonvereniging om een aanvraag in te dienen bij het Parelsnoer Instituut. Het Parelsnoer Instituut is een interuniversitair instituut wat de systematische gegevensverzameling bij bepaalde patiëntengroepen ondersteunt. In de afgelopen maanden hebben we onze sterktes van het Parkinson-cohort benadrukt. Een samenwerking tussen neurologen en psychiaters. Een accent op de niet-motorische stoornissen en de directe betrokkenheid bij de opzet van het cohort van patiënten, van patiëntonderzoekers via de Parkinson-vereniging. In de afgelopen weken lag de aanvraag op de bureaus van de raden van bestuur van de Universitair Medische Centra en is beoordeeld door het centrale bestuur van het Parelsnoer Instituut. En ik heb vandaag, op deze toch al feestelijke dag, een hele fijne mededeling. Onze aanvraag is vorige week goedgekeurd. Parkinson heeft binnen Nederland de parelstatus. Dat is een geweldige erkenning voor het belang van Parkinson-onderzoek in Nederland en een eerste stap op weg naar de vorming van het Nederlands Parkinson-cohort. Dit is natuurlijk niet het einde van onze reis qua wetenschappelijk onderzoek. Dit is alleen maar het begin van de reis. Gesteund en gestimuleerd door de toekenning van de parelstatus zullen de Nederlandse Parkinson-onderzoekers samen verder optrekken om het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen en financiën te verkrijgen voor dit prachtige initiatief. En volgend jaar kom ik graag terug om u het verslag te doen van de rest van deze reis. Doet deze micro? Ja, die doet het. Heel hartelijk dank Henk voor dit prachtige nieuws. Wat denk ik heel belangrijk is, dat we niet alleen goede zorg vandaag leveren, maar blijven werken aan wetenschappelijk onderzoek om de wereld van morgen nog een stukje beter te maken. En dat we daarin dus die gezamenlijkheid gaan zoeken. Tot slot van dit betoog, het laatste puzzelstukje. En misschien wel het belangrijkste puzzelstukje, want uiteindelijk moet het wel betaald worden, die droom en die hele reis. U heeft zelf ook wel eens thuis gezeten, dacht u, nou, ik ga naar Nieuw-Zeeland, maar hoe kan ik het betalen, die reis? En ik was toch wel heel erg gegrepen gisteren door de debatten op Radio 1 over de zorg, waarbij gezegd wordt, ja, het machtsblok ziekenhuizen tegen het machtsblok verzekeraars. En er is heel veel wantrouwen. En ik ben blij om te zeggen dat ParkinsonNet in de afgelopen maanden heel erg juist de samenwerking en de dialoog met de verzekeraars heeft gezocht om te komen tot een duurzame, structurele oplossing voor ParkinsonNet. Ik kan u zeggen, dat was een heel ingewikkeld deel van de reis. Dit stukje wat ging over de netwerkfinanciering. Zorgverzekeraars Nederland, en ik wil Sjoerd Terpstra, die in de zaal zit, persoonlijk daarvoor bedanken, heeft zich 3 jaar lang hard gemaakt om ParkinsonNet op subsidiebasis te financieren. Maar er moest een blijvende goede oplossing komen. Of die er komt, hartstikke spannend, gaan wij vragen aan Wim van der Meren. En Wim is in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, maar hij is hier in een andere functie. Hij vertegenwoordigt Zorgverzekeraars Nederland. Wim. Ja. En voordat ik je het woord geef, één praktisch ding nog. Na het verhaal zal Hanneke Kalf het dagvoorzitterschap overnemen, want de koning moet ons helaas verlaten. Ik weet, majesteit, u had hier nog wel uren willen blijven. Maar u heeft zonder twijfel ook weer andere verplichtingen. Dus Martin en ik zullen de koning straks na de voordracht van de heer Van der Meren begeleiden naar buiten. En dan neemt Hanneke Kalf het dagvoorzitterschap op zich. Wim. Prima. Pas, dankjewel. Majesteit, dames en heren. Wat zo apart is van zorg en kwaliteit, is dat een focus op kwaliteit van zorg altijd goed is voor de kosten. En dat is ontzettend mooi. En als iemand dat bewezen heeft, is het wel Bas Bloem en u met z'n allen met ParkinsonNet. Heel bijzonder is, eventjes zonder ParkinsonNet, maar gewoon over Bas en Parkinson sprekende, dat wij, twee zorgverzekeraars, inmiddels met hem
een overeenkomst hebben gesloten dat wij Bas niet langer en zijn Parkinson Centrum financieren voor wat hij allemaal met patiënten doet, maar wat hij ermee bereikt. Want het enige belangrijke van zorg is dat het helpt en dat het de kwaliteit van leven van patiënten verbetert. En Bas is zo overtuigd en terecht van zijn aanpak dat hij met ons zo'n overeenkomst durft te sluiten. En dat is echt vernieuwend, een overeenkomst op uitkomsten van zorg gebaseerd. En nu over Parkinsonnet. U bestaat al 10 jaar en zo'n volle zaal, en Bas zei, hij had nog veel voller gekund als de zaal groter was geweest. Dat laat iets zien van het fantastische enthousiasme dat u ook zo goed beseft wat voor mooi werk u allemaal doet. En ja, ZN heeft een paar jaar Parkinsonnet gesubsidieerd, maar uiteindelijk moet dat natuurlijk wat steviger worden. En om dat te onderbouwen hebben we daar ook zelf wat onderzoek naar gedaan. En wat u al lang weet, het werkt. Ja, natuurlijk werkt. De kans dat mensen die onder uw behandeling zijn hun hub breken is met 50% afgenomen. En dat is fantastisch. We hebben ons een aantal doelen gesteld om te volgen hoe gaat het nou met Parkinsonnet. Nou, zo ontzettend veel hulpverleners en zo ontzettend veel netwerken die inmiddels operationeel zijn. En steeds meer patiënten die ook daadwerkelijk van de zegeningen van uw kennis gebruik maken. Er is een atlas met patiënteninformatie, dat is fantastisch. En voor ons ook heel belangrijk, het gaat hier vandaag over Parkinson, maar deze aanpak kan een rolmodel zijn voor andere hele nare aandoeningen waar patiënten onder lijden en waar we hun kwaliteit van leven willen verbeteren. En dat dan ook nog Parkinson net internationaal gaat, is natuurlijk fantastisch. Dus wij modderen nog even aan met subsidiëring van het net, maar ik kan u aankondigen dat we het eindelijk geregeld hebben en vanaf 1 januari 2016 doen we het helemaal structureel. Dus over 10 jaar vieren wij hier 20 jaar Parkinson net. Dank u wel. Meneer Van der Meren, dat is fantastisch nieuws. Daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Dank u wel voor deze hoopvolle mededeling. Zijne Majesteit zal nu de zaal verlaten. Helaas. En graag uw applaus voor zijn belangstelling.